50 meter. En de start is gevallen. Voor de start een galoppade van paards nummer 2, Chacha Bleu. Die kan er daardoor niet meer bij komen. En op weg naar de eerste bocht wordt de leiding genomen door Lady Gaga. Lady Gaga die brengt het veld de eerste bocht in. Galoppade voor Dreamed Victory. En aan de buitenzijde... Nummer 5, galop. Meldt zich daar een opkomende nummer 6, Blue Star Filly. Maar nog veel harder op weg naar de eerste bocht komt Ludoper met paard nummer 8, Brainwave. Brainwave aan de buitenzijde, die pakt een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats daarachter hebben we dan Blue Star Filly. Achter Blue Star Filly meldt zich aan de buitenkant Condor Charisma. En aan de binnenzijde daarachter opereert dan paard nummer 1, Lady Gaga, de koploopster van het eerste uur. Achter deze paarden hebben we dan aan de binnenzijde paard nummer 9, Ashley Boko. Aan de buitenzijde Zoroto L. Aansluiting is er voor Bram Wielinga. En een galoppade was er voor Kelvin W. Tempo is hoog en het tempo wordt bepaald door Ludoper en Brainwave. En die brengen het veld de laatste ronde in. Op de tweede plaats erachter nu Condor Charisma. Aan de buitenzijde meldt zich de opkomende nummer 1, Lady Gaga. Vierde plaats is voor Ruud Pols en hij rijdt de 6 Blue Star Filly. En achter. Geschakeld nummer 3. Blue Star Filly komt aan de buitenzijde nu Zaroto L naar voren. Zaroto L krijgt het andermaal niet cadeau, maar moet een beetje een harde koers hebben. En dat is toch wel wat hij gekregen heeft. Als de deelnemers weer aan de overkant van de baan zijn met Brainwave nog altijd aan kop van het veld. Brainwave op de tweede plaats aan de binnenzijde Condor Charisma. Daarachter volgt dan aan de buitenkant Lady Gaga. Achter deze paarden is er dan Blue Star Filly en aan de buitenzijde Zaroto L. Dat zijn de voorste 5 met Ashley Boko nog op het vinkentouw. En de rest zal Pegasus Vleugels moeten krijgen. Deelnemers gaan op weg naar de laatste bocht met nog altijd dezelfde koploper en dat is Brainwave. Brainwave heeft een lengte voor. Op de tweede plaats komt aan de buitenzijde Lady Gaga terug voor meer. Aan de binnenkant zit Condor Charisma daar een beetje vast. En Ruud Pols heeft een koers op maat gehad achter Blue Star Filly. Dan Zaroto L, die toch misschien een langere afstand nodig heeft, maar mogelijk in die laatste rechte lijn dan nog wat kan gaan betekenen. We komen in de laatste rechte lijn. Veld waaiert het 1 met Brainwave nog altijd aan de kop. Aan de buitenzijde Lady Gaga. Maar helemaal aan de buitenzijde meldt zich daar ook Blue Star Filly. Zo komen de paarden dan af op de finish. Lady Gaga in het midden van de baan neemt over. Condor Charisma komt laat vrij. Maar het neemt wel hele grote stappen en gaat als een winnaar. Condor Charisma in het midden van de baan. Die komt eraan met Dennis Minima. Doet denk ik precies genoeg om te winnen of net niet. Ja, Condor Charisma, Blue Star Filly. Close op de derde plaats. Tussen de 1 Lady Gaga en de 8 Brainwave. De uitslag, dames en heren, van de eerste koers is officieel. Dat betekent dat we over kunnen gaan tot het huldigen van de winnaar. Paard nummer 4, Condor Charisma en Dennis Minima. Een 4-jarige donkerbruine duin van Spendikmaal Home Run Expo. Gefokt door mevrouw Krijnen. Zij is ook de eigenaresse. Het paard wordt getraind door Bas Krebas. En werd voortreffelijk gereden door Dennis Minima. Weten de gehele familie Krijnen welkom. Ze hadden blijkbaar goede verwachtingen vandaag. Want massaal melden ze zich hier bij de huldiging. Condor Charisma, die het een paar keer heeft geprobeerd op Victoria Park, zonder succes. Maar deze opdracht paste de fraaie zoon van Spendik duidelijk beter. Een overwinning in een mooie kilometertijd van 1.21.4, een fors nieuw record. Bert de Bij overhandigt de bloemen. Beschikbaar gesteld door Bloemen- en Plantencentrum Scheerhoren te Leek. Wim Huibers maakt zijn foto. En ook die zal beschikbaar worden gesteld aan de winnende eigenaar door Wim Huibers zelf en de KHNRV te Groningen. Het laatste is aan u, dames en heren. Geef ze een applaus, mooie winnaars van Koers 1, Condor Charisma en Dennis Minima. Tweede geplaatst, paard nummer 6, Blue Star Filly. Derde werd de 8, Brainwave. Vierde de 1, Lady Gaga. En vijfde de 9, Ashley Boko. 4, 6, 8, 1, 9, dat is officieel.